Poppetje gezien, kastje dicht. Dit is vast, ja. Dit is vast, de schatkast. Doe het deurtje nou eens open. Hé, hey, doe je mee? Jij en jij. Kom erbij, kom de schatkast in. Van je eenkie dinkie doppie dee. Doe je mee met mij, kom erbij. Deurtje dicht, deurtje open, er komen letters uitgekropen. Blaas maar weg, piepie waai weg. Deurtje dicht, van je eenkie dinkie doppie dee. Doe je met ons mee vandaag. Daar zit ik dan. Ja! Jas de zakkenman. Zonder Jan Jappie. En met een kast vol... Schatten! Op een plak. En haprekje. Een schatkast waar een boek in zat. Jan Jappie en de veelvraat. En Jan Jappie is weg. Nelis is weg. Die zoekt Jan Jappie. En de veelvraat, zou die echt bestaan? Maar het boek is weer heel. Heel? Niet kapot? Niks te plakken. Loshakken. Hè? Losse woordjes van maken. Losse woorden. En dan plak een zin maken. Er wordt niet meer geplakt en gehakt met dit mooie boek. Niet meer gehakt? En geplakt. Geen wapens meer voor haar prins. Hou op. Ik schrijf wel een brief voor jullie. Maar waar is Jan Jappie toch? Goed, goed. Wat heb je nodig om een brief te schrijven? Dit. Een vel papier. Een envelop. En een postzegel. En een pen. Ja. Hoe begint de brief van Jan Jappie? Ja. Rustig. Dag. Veelvraat. De veelvraat. Als die echt bestaat. Waar woont de veelvraat dan? Op welk adres? In de Hakstraat? Hey, Plakdorp. Hakstraat. Plakdorp. Kijk eens wat ik schreef. Precies zo'n brief als in het boek. Ja. Dag, veelvraat. Zou ik je wat vertellen? Ik heb vis geproefd. Vis. 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 Kort woord. Vis. En het was niet eens vies. Vis is niet vies. Ik denk dat ik nou wel sterke spieren krijg. Kus. Kus. Vis. Korte woorden. Hak, hak. Kus. Jan Jappie. Maar waar is Jan Jappie toch? Dit is de brief en die moet hierin. Dit is een envelop.
En op de envelop plak je een postzegel. Met plak? Met mijn kwast? Nee, met spuug. Er zit al plak op. Oh, jammer. Niets? Fiets! Ja! Rijmwoordjes maken. Ja? Ja? En op de envelop moet ook een adres. Aan de Veelvraat. Maar waar woont de Veelvraat? Waar woont de Veelvraat? De Veelvraat, waar woont de Veelvraat? Eet veel, vreet veel, waar woont de Veelvraat? In de Veelvraatstraat, in Smikkelstad. Is dat het goede adres? Yes, yes, yes. Nee, waar dan? Ik word er nog beschokken van. In Lekkerkerk, in Kouwenstein, in Slikkerveer of Spekkiesdorp, in Lolliland of Romeinstad. Is dat het goede adres? Yes! Niet, waar dan? Oh! Ja! Ik zoek een lange hakkenzin uit die brief. Ik wil hakken! En ik plak alles vast met mijn kwast. Ja! Die zin is lang! Ja! Ik denk dat ik nou wel... korte woorden. Sterke spieren. Lange woorden. Krijg! Ha! Daar gaat-ie! En hak! Hapra gaat oude woordjes opeten. En er mooie nieuwe rijmwoordjes van maken. Lieve Nelis, ik moest huilen, hè? Ik wil naar huis. Ik wil naar papa. Ik wil naar mama. Ik wil ook tante Stien weer eens een keertje zien. Maar mijn huis is ver weg, over de zee. Wie brengt me thuis? Jas misschien? Weet die het adres? Is dat het goede adres? Maar waar is het huis van de Veelvraat? En bestaat die Veelvraat nou wel? Geloven jullie in de Veelvraat? Hé, hey, dat is mijn brief. Ja, ja, ik heb een zin in stukken gehakt. En ik heb de woorden weer vastgeplakt met slappe plak. Ja, dat zie ik. Wat staat er nou? Sterke spieren, ik denk dat ik nou wel krijg. Is dat nou nog dezelfde brief als in het boek? Waar staat die brief in het boek? Hé! Hey! Wij doen niks! Oeps. Happer. Wat doe je nou, Veelvraat? Je haalt alle letters weg. Happerlief. Ja, toch? Happer heeft lieve nieuwe rijmwoordjes gemaakt. Kom uit Happerbuikje.
alle zinnen weg. Alle woorden weg. Alle letters weg. Jan Jappie weg. Wauw! Kiekeboe! Jan Jappie! Nou ben jij weer terug. Maar je verhaal is weg. Geen woorden. Geen letters. Maar die heeft Happer. Kijk! Mooi nieuw verhaal gemaakt. Mooi gedicht. Met mooie rijmpjes. Ja. Maar wat hoort waar? Boek hier? Ja! En die rijmwoordjes ook. En dan? Komt het mooie rijmverhaal van Happer? Ja? Ja? Ja! Doe je mee allemaal met Happertjes mooie rijmverhaal? Ja? Ja? Zie je, Jan Jappie? Neem toch een hap? Nee, roept Jan Jappie. Ik lust echt geen. Nou, jullie. Pap! Daar komt tante Stien. Met een kom groene troep. O, ba, roept Jan Jappie. Ik lust echt geen soep. Wil je niet goed eten? Dan opgepast. Straks komt de veelvraat uit oma's kast. En hij droomt van een veelvraat. Een veelvraat zo slap en zo dik en zo klontig als havermout. Pap. En dan vraagt hij zich af of de veelvraat wel past in een hoek of een laadje van oma's kast. Hij bestaat niet, zegt Piet. Wel eens roept door. Wat zegt Fik de visboer? Wat zegt de pastoor? Is een veelvraat nou echt? En geloof je dat? Vraagt Jan Jappie aan Nelis, de rode kat. Ik schrijf hem een brief en die brief leg ik vast op een trommel in oma's oude kast. De veelvraat schrijft terug. Alleen brood maakt je slap. Dan word je een ventje met benen van pap. Word je slap van brood met gekke veelvraat baas? Word je slap van alleen brood met pinda kaas? Mijn spieren zijn sterk, al ben ik nog klein. Ik loop zelfs nog harder dan de gele trein. En ik kan heel goed tekenen. Ik teken hier iets en dat is voor jou. Dit ben ik op een fiets. Goed fietsen en eten? Wat? Een drop of gebak? Jan Jappie denkt na in een boom op een tak. Tja, wat zal ik zeggen? Kip, peer of een radijs? Een eitje, een wortel, komkommer of ijs? Spaghetti of vis? Kijk zelf maar wat het wordt. Op, zegt Jan Jappie. En leeg is zijn bord. Dag, veelvraat. Veel groeten van mij en een kus. En nou doe ik mijn brief in de brieven. Bus. Deed je mee met de rijmbus? Bedankt allemaal. Het boek is nu uit. Einde verhaal. Mooi, hè? Ja, ja. Het is een rijmboek geworden. Met een verhaalgedicht. En toen was alles op en het verhaal was uit. Afgehakt. Weggeplakt. Geen hapjes meer. En toen ging de laatste brief op de bus. En toen wou ik naar huis. Ik wil naar huis. Ik breng jou naar huis. En de kast, die neem ik. De plak is op. Poppetje gezien. Kastje dicht. De schatkast. Het verhaal is uit. De kast is weer klein.
En ik nou? En alles wat mooi is. Wat niet van jou is. Dat neem ik mee over de zee. Ik ga naar huis. Kruip maar in mijn huis, dan breng ik je thuis. Wie gaat er mee over de zee? Waar woont Janjapie? Eet veel, eet goed. Woont hij in Janjapie-stad? Een boot. Zo kan ik naar huis. Nog even, dan zijn we weer thuis. Ja, vajinkie dinkie doepie dee. Doe je mee met mij, ga je mee? Ja, ik ga mee. De schatkast in, van je eenkie dinkie doppie dee. Doe je mee met mij, kom erbij. Deurtje dicht, deurtje open, er komen letters uitgekropen. Blaas maar weg. Piepie waai weg, deurtje dicht, van je eenkie dinkie doppie dee. Doe je met ons mee vandaag. Ik kom van ver, ik kom van her, van Sterrenberg. Van wie weet waar, ik ga naar daar, van her naar der. Daar kom ik dan. Jas, Jas, de Sjakkerman. Ik kom van ver, ik kom van her, van sterrenver. Van wie weet waar, ik ga naar daar, van her naar der. Daar kom ik dan, Jas, Jas, de zakkenman. En alles wat mooi is, alles wat mooi is. Wat niet van jou is, dat mag ik pakken. En dat stop ik in mijn zakken. Weg. Ik ben Jas. En dit is een jas. En dit is een jas. Maar is dit nou een jas? Of is dit een huis? Dit is een jas en een huis. Zo voel ik me overal, overal thuis. Ook in dit rommelhuis. Hé, hey, iemand thuis? Jij? Woon jij hier? Wie ben jij toch? Wat doe je nou? Wat wijs jij aan? Een tekening van een hondje. Ja, de eerste hond vooraan is klein. De tweede hond in het midden, de middelste hond, is groter. En de laatste achteraan is groot! Ik ben Jas de Zakkenman en ik ben voor niemand bang. Ik ben Jas de Zakkenman en ik ben voor niemand bang. Ik ben Jas de Zakkenman en ik ben voor niemand bang. Alleen voor grote honden. Honden kunnen blaffen. Nee, janken. Ah, misschien is het wel een lieve hond. Hey. Ben jij bang van honden? Of heb je zelf een hond? Hoe zou dat zijn? Eens even denken.
even verzinnen. Dit is Daan met zijn hond Dokus. Wat is dat voor een hond? Een bellezelle. En wat is er allemaal aan die hond te zien, Daan? Een natte hondenneus. En een bek met tanden. Een oog. Ja, aan de andere kant zit ook een oog. En een lijf met een dikke aaivacht. Aai, aai. Een hondenoor. Daar heeft Dokus er ook twee van. En poten. Dokus heeft vier poten, zie je? En aan die poten zitten loopkussentjes met nagels. Daar kunnen honden op lopen en lekker rondscharrelen, snuffelen. Oh, dit ruikt als een goede plasplek. Honden kunnen zich uitschudden. En honden kunnen hijgen. Hijgen met hun tong uit hun bek. En kwispelen met hun hondenstaart. Hup, twee, drie, hup, twee, drie. En wat is dit? Plaffen. En honden kunnen spelen. Hebbes. Ja, dat kunnen honden ook. Poepen. En grommen. Spit je oren maar. Dan kun je goed luisteren. Wat kan deze hond goed? Nou, kwijlen. En gapen. Dag, hond. Kom je bij mij? Oh, hond, ik ben blij. Blijf jij bij mij? Blijf jij bij mij? Ik ben Jas, de zakkenman. En wie ben jij? Waf, waf. Waf, waf, waf. Waf, 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 waf. Dat is hondentaal. Verstaan jullie dat? Waf, 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 waf. Wat betekent dat? Waf, 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 waf. Eerst vooraan hoor ik waf. Hé, dat gekke bolletje maakt waf. Dan in het midden hoor ik weer waf. Waf. En dan als laatste achteraan hoor ik... Waf, waf. Waf, waf, waf. Waf, waf, waf. Ik ben Jas de Zakkenman. En de hond zegt... Ik ben... Ja, ik ben... Daar staat het. En dan, eens kijken. Waf, waf, waf. Zo'n groot woord in drie stukken. Net als zakkenman. Ik ben... Valentijn. Wacht nou, ik wil weten hoe je heet. Waf, waf, waf. Ik ben... Happertje. Happertje. Wie zei dat? Waar komt dat geluid vandaan? Uit mijn zakken. Schatkast. Daar zit wat in. Sst! Stil dan! Ruff, ruff, ruff. Ruff, ruff, ruff. Sst! Ruff, ruff. Ruff, ruff, ruff. Daar zit wat in. Nu is het kastje nog klein.
Maar het kastje kan heel groot worden. En dat heb ik opgeschreven. En die schrijfpapiertjes zitten in een van mijn zakken. Hier staat precies op hoe je van een kleine schatkast een grote schatkast maakt. Oh. Alles ligt door elkaar. Wat komt eerst? En dan is de kast groot. Nee. Nee, zo begint het verhaaltje niet. Dat is het einde. Dat moet achteraan. Eerst is de kast klein. Ja, zo begint het verhaaltje. Dit komt eerst. Dat hoort vooraan. Eerst is de kast klein. Dan moet je wat doen. Dat komt in het midden. En dan is de kast groot. Maar wat moet je doen? Wat denken jullie? Dit? Hoe maak je van een kleine kast een grote kast? Je tekent eerst een kleine kast. En dan teken je een grote kast. En daarna maak je de tekening hoe wordt je kleine kast groot. En die tekening moet in het midden. Dit is Nadia. Nadia heeft een elfje verzonnen met toverkracht in haar vingers. Kleine kast, elfje, grote kast. Hé, Mohamed, wat heb jij bedacht? Laat eens zien. Een olifant die toverletters uit zijn slurf laat komen. Zo werd de kast groot. En wat heeft Noor verzonnen? Een tovenaar met een toverstaf? En wat heb ik? Nee, geen veetje. Geen toverstaf. Ik weet het. Sst. Onder mijn tekening staat: gooi het kleine kastje omhoog. Dit briefje hoort. Sst. Dit briefje hoort in het midden. Eerst is de kast klein. Gooi het kleine kastje omhoog. En dan is de kast groot. Sst. Gooi het kleine kastje omhoog. Het is hier donker. Hey. Wat is dat toch? En hoe kom ik hieruit? Een trap? Is groot geworden. Zat ik in de kast? Oh, wat een gekke schatkast is dit. Wat moet je toch met dat boek? Leonard. Waf, waf, waf. Leonard. Heet jij Leonard? Nou weet ik wat je zegt. Ik ben Leonard. Zo heet het boek ook. Dat is de titel. Gaat dit boek over jou? Ja? Er staat ook een jongetje op de omslag, op de kaft van het boek. Heet dat jongetje ook Leonard? Dus dit boek
gaat over de hond Leonard. Dat ben jij. Hm? En dat boek gaat over een jongetje dat ook Leonard heet. Ja? Nee? Waar gaat het boek dan over? Dit jongetje staat op een letter. En de letter bibbert. Omdat het jongetje bibbert. Het jongetje is bang van dat hondje. Van jou? Nee? Ach, ik kijk in het boek. Oh, het verhaal is hier al begonnen. Hier staan woorden. Iedere ochtend tekende Leonard gevaarlijke honden. Soms wel 25. Dit zijn er een paar. Paar? Dat zijn er heel veel. En daar... En daar, wie heeft die getekend? Jij? Honden kunnen niet tekenen. Honden kunnen blaffen. En ze kunnen krabben met hun nagels aan een deur als ze ergens uit willen. Maar jij zit hier. Wie zit er dan in die kast? Hey, een hondenhok. Hapjes, ja. Happer. Rap. Ja, happer. Happer. Deurtje dicht, deurtje open. Er komen woordjes uitgekropen. Blaas maar weg. Hey, doe je mee? Jij en jij, kom erbij, kom de schatkast in. Van je eenkie dinkie doppie dee, doe je mee met mij, kom erbij. Deurtje dicht, deurtje open, er komen letters uitgekropen. Blaas maar weg. Piep, piep, waai weg, deurtje dicht. Van je eenkie dinkie doppie dee, doe je met ons mee vandaag. Vandaag gaan we een stukje fietsen. De band is geplakt. De bel doet het weer. En in de fietstas zit een doos met parkspulletjes voor ons poppenhuis. Want vandaag gaan we naar het park. Met de fiets. En wat hoort er bij een park? Dat staat op dit lijstje. Een fiets- of wandelpad. Bloemen. Een vijver met visjes. Eendjes. Een boom. En nog een boom. Een bord met verboden voor honden. Struiken. Een bankje. En een afvalbak. Maar wie staat er niet op het lijstje? Wie houdt het park netjes? Jas, de parkopzichter! Daar horen parkopzichterskleren bij. Heb ik die zelf?
Hé, hey, Happer! Hey, ga eens opzij. Jas! Jas! Jas, waar ben je nou? Ik wil fietsen in het park. Zou mijn bel het weer doen? Zeg je niks? Wat zit je nou stom in je doos? Ben je boos? Ja, ik ben boos. Jij gaat fietsen en je laat ons maar hier in een doos. Je kan toch met mij mee? Mijn fiets is groot genoeg en jij bent niet zwaar. Je gaat gewoon mee, rare Pientje. Maar waar is mijn fiets nou? En waar is Jas? Jas! Daar kom ik dan! Jas! De parkopzichter! Jas! Jas! Maar een parkopzichter, die hoort in een park. Hoe kom ik daar? Ik ben de schatkast uitgefietst. Dan kan ik ook de schatkast weer infietsen. Jasje fietsen. En Happers happen. Parkwoordjes. Maakt Happer mooie parkpienenverhaaltje van. Oh ja. Daar kom ik aan. Jas, Jas de zakkenman. Jas, de parkopzichter. Hé, ik ben het park ingefietst. Dit is het park. Precies zoals ik heb neergezet. En nou gaan we fietsen. Kleine Pien mag ook mee. En Beer? Wil Beer niet mee? Hij hoort het niet zo goed. Hij heeft maar één oor. Hij bromt wel wat. Ik kan je zo wel eens een bankje in je bootje zitten. Oh. Beer wil graag op een bankje in het park. Dan kun je zo lekker nadenken. En kijken. Hé, Beer? Zo. Hey. Wat zien we, Beer? Rommel in de vijver. Werk voor Jas, de parkopzichter. Een krant. Een krant? Vissen lezen geen krant. Zo. Een lege frietzak. Friet van Frans. En vissen eten ook geen frietjes. Weg ermee. De afvalbak in. Hey. Nog meer reclame. Jam van Bram. Brood van Sjaan. Friet van Frans klinkt leuker. Het lijkt wel geplakt. Nee, eerst gehakt en toen geplakt. Hak en plak. Die gooien alles door elkaar. Er is nog meer reclame in de afvalbak. Koop een hek bij Haak. Haal vis bij Vos. Haal een roos bij Rik. En een fiets bij Fien. Kom nou, Pientje en ik willen fietsen. Vis, hek, roos, dat kan gehakt en geplakt. Zit je goed, kleine Pien? Zo is het goed. Zo kan ik goed kijken. Jullie fietsen en ik kijk rijhaar. Goed, daar gaat hij. Over een bobbel. Dag, Beer. Langs de rozen. Die ruiken zo lekker. Zie je dat bord daar? Er staat een hond op. En er staat een streep door. Je mag dus niet tegen honden botsen, Jas.
Nou, dat was ik ook niet van plan. En nu komt er een grote bocht. Hou je vast. Langs de vijver. Vis, hek, roos. Nee. Daar staat. Kan niet harder. Vis. Pas op. Ris. Hook. Gekke woorden. En gekke plaatjes, hè. Mag jij weer hakken? En jij mag plakken. Die middelste letters, middenin, moeten los. Ik wil vis. Hier met de E. En plakken, plak. De E gaat naar V. Vis. Die vis is heel. De vijver in. En nou roos. De O. De O gaat naar R. O. S. Kijk uit, grote bier. R. O. S. Roos. Ik kan niet harder. Dag, Roos. Pas op, een grote bocht. En die letter? De E. Die hoort tussen de en de K. E. K. Hek. Hek. Klaar. Huh? Er zit nog veel meer in de bak. Ja? Hou je vast bij de bier. Hak hem maar. Ach, pienepopje, zou wel heen. Appreefpark wordt je opgegeten. Zal Happer lief pienenverhaaltje maken voor poppenpien? Ja. Oh. Ach, kijk nou eens. Een kleine stille vlieger. Met een doodstil koppie. En dichte oogjes. Een vogeltje. Vogeltjes moeten vliegen. Hij kan het nog niet natuurlijk. Zal ik het voordoen? Nee, dit vogeltje kan niet meer vliegen. Dit kleine beestje wil een plekje om rustig te kunnen liggen. Oh, zei dat vogeltje dat tegen jou? Nee, dat denk ik. Het is een klein doodvogeltje. Die kunnen niet meer vliegen. Maar nog wel hip op twee pootjes. En een beetje tweet, 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 tweet doen. En kijken met kleine vogeloogjes. Nee, dat kan dit vogeltje niet meer. Het is dood. Oh, en dan kan je niks meer? Wanneer is dat over, dood zijn? Bij mijn oma ging het niet over. Die kwam nooit meer terug. Stom was dat. Stom woord. Dood. Ik maak er een lief woord van. Dodelidijlen. Dodelido. Liedjeswoordjes. Voor een lief liedje over een dood vogeltje. Dodelidijnen, dodelido. Dood is die kleine vlugge vlieger. Zijn vrolijke vliegende vogelleven zit niet meer in zijn verenjas. Ik wou dat ik wist waar het was. Waar is het gebleven? Dat vogeltjes leven. Dodelidijnen, dodelido. Vlieg nog één keer. Dat kan ie niet meer, maar misschien gaat het zo. Denk aan die vogel, die kun je verzinnen. Dan zie je een vliegende vogel van binnen. Ik denk aan een vogel, ik kan hem verzinnen. Nou zie ik een vliegende vogel van binnen.
van binnen. Zo kun je die vogel misschien, misschien toch nog een beetje, toch nog een heel klein beetje zien. Hij speelt een klein dood vogeltje. Kom maar, vogeltje, dan dekken we je toe. Waar is hij nou? Komt hij nooit meer terug? Kan het vogeltje niet meer vliegen? Nee? Dan doen wij het voor je. Een lief vliegdansje voor een dood vogeltje. En ons dode vogeltje hier, Grote Pien, dekken we ook toe. Dodelijne, dodelido, doet dat geen zeer? Dat voelt hij niet meer en misschien gaat het zo. Onder de grond wordt een vogel van aarde, waar planten uit groeien, waar bloemen bloeien. Onder de grond wordt jouw lijfje van aarde, waar planten uit groeien, waar bloemetjes bloeien. Zo kun je die vogel misschien, misschien toch nog een beetje, toch nog een heel klein beetje zien. Dag, kleine vogel. Het vogeltje is weg. En toch is hij er nog, op mijn tekening. Ik noem het vogeltje Piep. Dat lijkt op mijn naam. Dat kan ik al schrijven. Goed idee. Piep. Zo. En nou ziet iedereen dat Piep hier ligt. Hier ligt Piep. Hij zingt nooit meer. Hij vliegt nooit meer. Ik bewaar een veer voor kleine Pien. Dan kan ze nog wat van het vogeltje zien. Waar is kleine Pien? Oh, ze zit niet meer in de tas. Kleine Pien. Happer heeft voor Innie Pienie zo alleen lief plaatjesverhaaltje gemaakt. Vertellen? Ja? Ja. Poppe Pien zat boos in een doos bij de fiets. En toen mocht kleine Pien toch mee in de fietstas. Ja, rij maar door het park. Wat ging dat te hard, hè? Grote bocht. En toen viel Pientje uit de tas. Pientje. Waar is Pientje toch? Pientje. Grote Pien weet niet wat gebeurd is met kleine Pien. Pientje! Ik zie kleine Pien. Ze ligt op haar rug en kijkt naar de lucht. En naar het plaatje van Happer. Ja. Arme Pientje, dat was maar een klein reisje. Maar Happer heeft op haar gepast. Weet je wat? We stoppen kleine Pien diep in de tas. En Beer mag ook mee. En Beer mag ook mee. Ja. Hé. Hey. Een tent? Het is hier toch geen camping, hè? Hoort die tent bij het park? Hallo? Is daar iemand? Hallo? Is daar iemand? Ik ga in het park, de tent in. En ik kom mijn huisjas uit.
Is het parkverhaal afgelopen? Hek? Roos? Vis? Die woorden horen bij het parkverhaal. Maar die tent... hoort die bij het volgende verhaal? Op reis? Grote Pien gaat op reis. Met Kleine Pien. De volgende keer. Nou, dan neem ik afscheid van jullie. Doen jullie mee? We maken van onze handen een tent. Tentje dicht. Tentje open. Er komt een kusje uitgekropen. En dan... deurtje dicht, deurtje open, er komen woordjes uitgekropen.